Tijdens het VNG-jaarcongres zijn verschillende middagsessies. Zoals deze sessie in inclusief kindcentrum De Droomgaard in Avenhoorn. Wat maakt deze plek zo bijzonder volgens wethouder Win Bijman? Dit is een nieuwe school die pas gebouwd is in de kern Averhoorn de Goren. Een basisschool voor 600 leerlingen waar 3 andere basisscholen in opgegaan zijn. En er zitten nu feitelijk 2 basisscholen en kinderopvang. En dat is een heel intensief en mooi proces geweest. En het mooie is dat de openbare school en de katholieke school heel veel met elkaar samenwerken. En toch hun eigen onderwijsconcept hebben behouden. Eerst stond er niks, schapen op het land. En dan liepen we doorheen bij de eerste paal, nog door de schapenkeutels. En dan zie je opeens een droom werkelijkheid worden. Is nu een schooljaar aan de gang. Nou, dit is het resultaat. Prachtig. En je ziet ook de concepten die door de onderwijswereld zelf worden bedacht. Gaan ze vanmiddag ook bespreken. Die komen nu tot uiting. Kleine instructiesruimte, veel speelruimte. Ja, de paneldiscussie ging ook over jeugdzorg. En vooral de raakvlak tussen onderwijs aan de ene kant en jeugdzorg aan de andere kant. Wat was daar in het kort wat je hebt meegenomen uit de discussie? Ja, dat de samenwerking waar we natuurlijk allemaal soms de mond van vol hebben toch wel de basis is van het oplossen van heel veel problemen. Zoek elkaar op, doe het samen. Onderwijs en jeugdzorg kunnen niet zonder elkaar. Dus als gemeente durf daar ook in te investeren en te kijken waar de verschillen liggen en ga daaraan werken. Dan kom je samen 3 stappen verder.